De volgende oefening is de soleus calf raises. Je soleus is een dieper gelegen kuitspier die heel vaak onderontwikkeld is. De gastrocnemicus die kennen we vaak wel, die tweekoppige kuitspier. De soleus is wat dieper gelegen en loopt alleen over je enkel. De gastrocnemicus loopt ook over je knie. Dus door je knie te buigen zorg je ervoor dat de gastrocnemicus uitgeschakeld is en je de soleus beter aanspant. En dat is degene die we vandaag goed willen trainen. Wilt je tenen een beetje verhogen, rechtop zitten en eigenlijk gaan we deze beweging maken. Dus maximaal op je tenen en diep zakken en zorgen voor de grote range of motion en buiging in je enkel. Met gewicht, die kun je op je knie zetten, wil je eigenlijk weer hetzelfde doen. Dus maximaal op je tenen, gecontroleerd zakken, maximaal op je tenen. En gecontroleerd zakken. Dit wil je met best wel veel gewicht doen. Dus je kan uiteraard licht beginnen. Kijken hoe het voelt. Dat je geen pijn krijgt. Maar uiteindelijk is het niet gek als je dit misschien met een dumbbell doet. Van 20, 25, misschien wel 40 kilo. We laten hem zo meteen ook zien op een leg press. En daar kun je echt heel mooi het gewicht opvoeren. En zorgen dat die soleus ijzersterk wordt. Je soleus trainen op de leg press ziet er als volgt uit. Belangrijk is wel trouwens dat je geen pijn hebt in je knie of geen knieklachten, omdat er best wel wat druk op de knie komt. Dat zul je zo wel zien. Je zorgt ervoor dat je ongeveer heupbreed je voeten neerzet. Duwt hem een beetje uit. En zakt zo diep als je kan. Dat kan hier zijn, dat kan ook misschien wat dieper zijn. En vanaf daar moet je knie stabiel houden en alleen op je tenen gaan staan. En dan weer zakken. Dus tenen helemaal uitstrekken en gecontroleerd zakken. Dus wat je niet wil doen is daar bewegen, nee, alleen in je enkel bewegen en gecontroleerd zakken. Dit kan coördinatief best lastig zijn. En nogmaals, als je dus knieklachten hebt, komt er best wel wat druk op. Dus experimenteer ermee, kijk hoe het gaat. Maar op deze manier kun je heel mooi behoorlijk wat gewicht opbouwen om die soleus, die kuitspier, sterker te maken.